Hoe is uw binding met Van Duivenvoorde hier? De Koninklijke Verzameling heeft een aantal bruiklenen ter beschikking gesteld. En in het kader daarvan ben ik ook gevraagd samen met mevrouw Hurster om de tentoonstelling te openen. En het is bijzonder dat de band tussen de Oranjes en het kasteel, dus de verschillende families die hier gewoond hebben, al meer dan 400 jaar aanwezig is. Zit er nog een favoriet stuk bij? Of heeft u nog tijdens de rondleiding? Deze tentoonstelling vond ik wel grappig. Al die plakplaatjes die bewaard werden van koningin Juliana en koningin Wilhelmina. Of toen prinses Juliana. En ik vind die geuzenpenning had ik echt nooit van dichtbij gezien. En het smeekschrift, dat vond ik ook bijzonder. Dat is eigenlijk wat de adel toen heeft aangeboden om eigenlijk los te komen van Spaanse overheersing. En ik vind eigenlijk die schilderijen, ik vind het prachtig allemaal. Ja, ik vind het super bedankt. Ja, nou, bedankt. En ik hoop dat u voor de regio ook reclame maakt dat veel mensen hier naar de tentoonstelling komen. Ja, dat hopen we wel. Ja, ja, het is echt een mooi huis. En mooi wandelen. Allemaal komen. Ja, allemaal komen. Van harte welkom hier in de Marozaal bij de opening van Franje en Oranje. En een speciaal welkom aan mevrouw Gravin van Zuid-Nijveld, grootmeesteres van de Koning. En ook aan Claudia Hurster, directeur van de Koninklijke Verzameling. Want een band tussen twee mensen heeft natuurlijk altijd twee kanten. Aan de hand van onze eigen collectie konden we het verhaal vertellen over de bewoners en hun band met de Oranjes. Ik denk dat in een tijd waar veel mensen het financieel moeilijk hebben en ook de musea het moeilijk hebben, het belangrijk is om de culturele sector te blijven steunen. En voor mij is dat nu op deze manier. Maar hier is het toch nog net een beetje anders. Want het is geen museum waar één mono-aspect uitgelicht wordt. Het is een familiecollectie die samenkomt met een andere familiecollectie. In 1943 liet baron Schimmelpenninck van der Ooyen Willem Anne Assuier Jacob baron Schimmelpenninck van der Ooyen dit portret hier rechts schilderen. En hij liet zich afbeelden in zijn jagermeesterkostuum. En het kostuum wat u hier in het midden ziet. Baron vraagt om wandelkaartjes voor de duinen. 3 wandelkaartjes, want hij en zijn vrouw, ik denk dan zo, misschien dat kleine prinsesje Juliana ook wel mee mocht. Die willen wandelen en hebben kaartjes nodig. Ze zijn nog niet toegestuurd, dus hij vraagt om ze met spoed toe te sturen. Daar de koningin morgen wil wandelen in de duinen. De dag later stuurt hij een bedankbrief. Het is dus blijkbaar gelukt. We hebben hier allerlei borden uitgekozen. Het mooie was dat de conservator van de Koninklijke Verzamelingen tegen mij zei, hier heb je alles, zoek maar uit. Fantastisch. Meneer Ooyen, de vader van de laatste eigenaar en eigenaresse, was internationaal gezant. Woonde samen met zijn gezin in Sint-Petersburg, Rome, Londen. Zijn echtgenote Elise van Heemstra, van wie we hier de 3 japonnen zien, die reisde natuurlijk mee. En die kocht in ieder vooraanstaand modehuis in Europa prachtige japonnen. En heel veel van die japonnen hebben we vandaag de dag ook nog steeds in onze collectie. Het is denk ik mijn favoriete zaal geworden. Aan de ene kant omdat ik de freule Ludovine Harriet, barones Schimmelpenninck van der Ooyen, de dame hier op het portret, een hele interessante persoon vindt uit de geschiedenis van Duivenvoorde. Maar ook omdat je zo mooi haar passie voor het Huis van Oranje kan volgen. Mooi vind ik de brieven die we hier tentoon hebben gesteld, waarin wordt beschreven dat de freule met koningin Emma mee zal gaan op een reisje naar Zeeland. Wat ons weer een mooi excuus gaf om haar bontjas uit het depot te halen. Die mantels neem ze vooral mee, want de koningin is niet voornemens zich aan het weer te storen. Hendrik is van Steengracht, was de 19e eeuwse kasteelheer van Duivenvoorde. En hij was kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem III. Hendrik Zedolven zat met de zoon van Willem III op kostschool Noordheij, hier vlak om de hoek. Freule, we hebben net kennis gemaakt met de freule in het prentenkabinet.
In deze vitrine vertellen we nog meer over haar. Onder andere haar uitnodiging voor de inhuldiging van koningin Juliana. Dus het document met de oranje streep erdoorheen. En haar uitnodiging voor de doop van prinses Beatrix. Dat ligt rechts onder de foto. De geuzenpenning van Arend de Zevende. Naast, en dat vind ik toch wel heel fantastisch, een facsimile van het smeekschrift der edelen. Oud papier, maar met zoveel geschiedenis. Aan de ene kant rechts de boodschap van de edelen voor de koning, voor de landvoogdes. En aan de linkerkant in de kantlijn de aantekeningen van de landvoogdes zelf. Waarin zij in eerste instantie zegt, we gaan matigen en het komt allemaal goed en ik snap wat u allemaal zegt. Totdat haar broer, de koning van Spanje, zegt, nee. We moeten hard optreden tegen die edelen en tegen die Nederlanders.